Hey Peter. Hey Tom. Jij was tentelijk in het buitenland, of niet? Ja, ik mocht naar het schitterende Parijs. Dat is de hoofdstad van Frankrijk. Het is om, wel een koude winter geweest in Parijs, of niet? Zeker weten. Om de war stories van Battlefield 5 te zien. En we mochten een aantal war stories spelen. Dit is de echte war story die je te zien krijgt. En dat is Nordlis. En dat speelt zich af in Noorwegen. En dat zie je direct aan de setting waarin wij belanden. Ja, je bent aan het skiën. Ik ben gewoon aan het skiën. Dit is overigens mijn gameplay. Dus ik zal niet altijd even goed zijn. Maar inderdaad, wat de war stories willen doen, is een soort het menselijke verhaal achter de Tweede Wereldoorlog vertellen. Dus ze pakken een aantal mensen. Dit is bijvoorbeeld een hele toffe chick, die heet Solveig. Natuurlijk helemaal in de Canadese taal is deze missie. Dat vind ik echt serieus heel tof, dat ze dat gewoon zo doen. Canadees. Sorry, Noorweegs. Ja. Oké, ja. Noorweegse taal. En dat vind ik heel tof dat ze dat op die manier doen. En zij is op zoek naar een verzetstrijd. Ze zit ook in het verzet. En daarom ze heeft ook een heel oud wapen in de hand. Ze is met skis op pad, want dat is in Noorwegen natuurlijk de beste methode om jezelf te vervoeren. En waar wij fietsen hebben, hebben zij skis. Waar wij fietsen hebben, hebben zij skis. En zij moet dus in het begin vooral heel sluipend te werk gaan om Duitsers af te maken en een verzetsheld te bevrijden. Ja, ik vind het zo mooi om te zien dat het er nou gewoon een beetje stealth in zit. Vooral in deze eerste missie zit heel veel stealth in. Je hebt er meer gespeeld, hè? Ja, ik heb er meer gespeeld. Later gaan we ook nog Under No Flag laten zien. Maar vooral deze missie is heel erg stealthy, tenminste optioneel. Je zou zeg maar ook dit allemaal kunnen ze blazen of met voertuigen vooral kunnen proberen. En, only in Battlefield. Only in Battlefield. En ze willen de echte Battlefield momenten recreëren. Maar ik vind wel de stealth heel tof. Kijk, werpmes. Oh, mislukt volledig. Dat zie je ook direct. Dat is wel mijn gameplay. Oh, maar dat staat toch wel een lekker shotje in daar. Kan af en toe wel iets. Maar inderdaad, dit is en dit is dus mijn stealthy manier. Gelukkig heeft het volgende kampement waar we nu komen mij nog niet gehoord. Nice. Wat doet het met jou, Tom? Ik vind het gaaf om te zien dat Battlefield in ieder geval blijft proberen iets met een singleplayer te doen. Want laten we heel eerlijk zijn, DICE is nooit enorm sterk geweest in het vertellen van verhalen. Bad Company daar gelaten. Ja, dat is dus grappig, want waar kwam Bad Company dan opeens vandaan, vraag ik me dan af. Het was een hele goede singleplayer minder, game. Ze waren niet zo serieus. Ja, dat was het. Het was een beetje, ze namen een beetje de hele shooter genre een beetje op de hak. En daarna waren er gewoon weer Battlefields waarin de singleplayer gewoon was van ja, wij zijn de ruigste, coolste, stoerste singleplayer. En dat sloeg in ieder geval bij mij gewoon niet aan. Maar als ik dit zo zie, dan heb ik zoiets van ja, ze gaan wel weer gewoon lekker serieus. Maar ze proberen tenminste wel echt wat unieke dingen. Ik bedoel, skiën in een shooter game, dat is toch... Ja, ik vind het hilarisch. Ja, het voelt heel erg Bad Company. Wat ik trouwens... qua intentie van EA zit het in dit geval wel snor. Ze hebben iemand aangetrokken van Guerrilla Games. Onze Amsterdam studio verantwoordelijk voor onder andere Killzone. Maar hij heeft gewerkt aan Horizon Zero Dawn. Dat kan verkeerde verwachtingen scheppen. Want verwacht absoluut geen Horizon Zero Dawn. Nou, het zijn gewoon korte war stories. Het zal allemaal niet heel erg lang mee bezig zijn. Het zal geen story zijn van 20 uur. En... maar ze proberen er wel in ieder geval qua hoe ze het verhaal vertellen, proberen ze iets anders te doen dan andere delen. We skippen een stukje. En wat ik hier wil laten zien is dat jouw speelstijl invloed heeft op de items die je krijgt. Dit is dus overduidelijk een stealthy route. Ik klim namelijk niet over de brug schietend, maar ik klim onder de brug. En wat DICE dan wil laten zien is, oké, als je dan onder de brug klimt, dan heeft dat dus ook gevolgen voor de loot die je vindt, voor de gear die je vindt. En je gaat daar dus zien dat ik hier links een... En dat vind ik dus heel vet. Een gedempt pistool gaan vinden. Ruig. Hadden ze die in de Tweede Wereldoorlog? Ik vraag me het oprecht af. Ik weet het echt niet. Waarschijnlijk wel gewoon makeshift of zo. Dat is niet, het ziet er wel behoorlijk James Bond uit, toch? Als je het ziet. Let op. Hoppa. Ja, dit is inderdaad wel waar ik ook gewoon in Modern Warfare de kills mee maak. Ja, het is wel heel vet, want dan kan ik dus in stilte kan ik hem dus killen. Wat gaaf. Man, ik hoop dat deze wapens dan ook gewoon lang in de multiplayer zitten. Het is wel ruig als je dan stealthy zou kunnen spelen. Ja, ik heb ook een sniper rifle inmiddels gevonden. Die heb ik op de toren aan de andere kant van de brug gepakt. En ik vind, ja, weet je, dat was dus ook. De ontwikkelaar zei tegen me van, hoe weet je eruit zien? En dat vind ik een beetje lastig. Want ik vind het is de mooiste shooter op de markt. Maar dat is het al jaren. Het ziet er zo vet uit. Daar zag je trouwens ook heel even het Noorderlicht. Ja, what the fuck. Echt super awesome. Maar snap je wat ik bedoel? Dat als DICE tegen mij zegt dat ik dan zoiets heb van ja, weet je, dat weet... Ja, dat is zo. Maat, je staat achter iemand die je niet ziet en je gooit een werpmes. Ja, je had je gewoon echt... Je had zijn nek kunnen breken. Ja, maar je man. Moet blijven oefenen. Nee, oké. Nu heb ik dus een gesniped... sluipschutters weer.
Oké, okay, damn. Is hij gesniped? Hij is toch gesniped? Dus je bedoelt silenced? Of silenced bedoel ik. Dat is lastig te zien zo. Maar nee, oké, okay, ik snap wel wat je bedoelt. Want het is inderdaad, Battlefield is gewoon altijd mooi. Het is een beetje de soort van humble brag als zo'n dev naar je toe komt. Van, hey, hoe vind je het eruit zien? Hij heeft ook gewoon dat ieders pick gewoon een hart is van deze game. Dus dat is zo. In ieder geval van de graphics. Laten we daar tot beperken. Maar dat is gewoon, inderdaad, DICE is gewoon heel erg goed in een game zo goed uit laten zien. En goed laten voelen ook vooral qua geluid. Ja, en ik wilde dit stukje ook even laten zien. Want dit is weer typisch het momentje dat ik weer echt heel erg aan het verhaal ben. Kijk, ik zou die eruit geknipt hebben. Nee, maar ik vind het leuk om te laten zien. Nee, dat is goed, want zo zie je op onze gameplay video's ook eens een keer echt hoe wij spelen. Ja, en hoe wij dingen reviewen. Ja, want Tom die ziet altijd zijn pareltjes uit. Kies een uren mee bezig om dat kleine stukje te vinden. Ja, eerst nou eens een keer te doen en dan ook nog eens een keer terug te vinden in de duizenden keren dat ik faal. Ja, nee, exact, want ik zie hier, ik zit hier ook weer te schieten op iemand. Gaat helemaal lekker, joh. Gaat helemaal goed. Tot dusver je stealth. Zo'n MP40 gewoon even er doorheen raggen. Mooi. Ja, op een gegeven moment was ik het stealth die een beetje zat. Het level is echt heel erg groot. Vooral in het begin word je best wel op één pad geleid. Maar later in dit level zul je dat je wat meer ruimte krijgt. Hoe lang ben je hiermee bezig? Ik heb hem niet uitgespeeld. Deze ook niet. Ik had 3 uur gameplay tijd in totaal. En ik heb deze het langst gespeeld. Ik denk dat ik deze 2 uurtjes heb gespeeld. En dan Under No Flag, dat is de volgende die we later gaan behandelen. Die dan ongeveer een half uurtje en die andere ook nog een half uurtje. Dus ik weet niet hoe lang het duurt. Ik ga niet uit van een 20 uur durende single player game. Nee, oké, okay, maar het is toch wel wat. Want ze leveren dus 4 stories. Ja, en de proloog noemen ze ook een van de... Dat vind ik heel stom, want de proloog is echt heel kort. Maar er komt er nog een aan, hè, in december na launch. Daar is wel wat kritiek op overigens richting EA. Dat de game gewoon echt best wel broken... onaf lanceert. Ja, bijvoorbeeld ook de Battle Royale gaat niet meteen bij Launcher al in en dergelijke. Nee, er komen ook nog stories komen er dus nog later bij. De laatste story heb ik trouwens wel heel veel zin in. Want dat is de war story die draait om de Tiger Tank. En dat is dus een Duitse story. Een Duitse compagnie die in een Tiger Tank achter enemy lines komt. Heb ik heel veel zin in. Heb ik niet gespeeld. Deed Battlefield 1 dat ook al niet? Dus een beetje ook de andere kant van de oorlog laten zien en zo. Ja, volgens mij de War Stories niet, toch? De War Stories niet? Nee, oké. Okay, moet wel mis hebben. Dat zal in de comments komen als ik het mis heb. Ik heb die War Stories wel gespeeld, maar ik vond ze niet zo memorabel. Blijkbaar. Ja, ik moet wel zeggen, we komen nu in een ander stukje van de missie. En dat vind ik wel echt een groot verschil met de War Stories van Battlefield 1 van 2 jaar geleden. En Battlefield 5 die nu gaat verschijnen. En dat is, dat is een beetje verwarrend namelijk, dan zeg ik het zo duidelijk, is de variatie in gameplay. In Battlefield 1 draaide elke war story echt een beetje om de gimmick van wat ze op dat moment wilden laten zien. Ja. En nu heb je wel echt veel meer variatie in gameplay. Het eerste stuk wat je dus net zag was dus heel erg, wat mij betreft, heel erg stealthy. En dit is een stukje dat je je warm moet houden. Je zit in een sneeuwstorm, je hebt het koud, je bent aan het bevriezen. Dus je moet van warmtepunt naar warmtepunten gaan. Maar ja, bij elk warmtepunt zijn natuurlijk Duitsers die aan het patrouilleren zijn. En dus... Dus moet je dat... kijk, zo doen we dat. Je hebt getraind. Jazeker. En dan moet je dus van warmtepunt naar warmtepunt. Dus je hebt niet eeuwig de tijd om naar het volgende warmtepunt te begeven. Maar ze staan ook niet op de kaart. Dus je moet echt gewoon gaan rennen en zoeken. Waar zie ik een lichtbron? Dat is gewoon echt heel tof. En dan moet je dat is gaaf gedaan. Later in dit level kom je bijvoorbeeld een heel groot open wereld terecht. Waar je 3 verschillende dorpen hebt. En elke dorp heb je een missie. Maar jij mag helemaal zelf bepalen naar welk dorp je eerst skiet. Et cetera, et cetera. Dus dat heb ik niet gecaptured, maar dat is wel heel tof. Het is heel erg gevarieerde gameplay in die War Story Nordlist in ieder geval laten zien. Ik ben benieuwd in hoeverre dit komt door zeg maar de guerrilla guy die extern binnen is gekomen. Want het lijkt wel alsof ze inderdaad wel iets meer variatie erin gooien. En ik krijg ook, afgezien van dit warmhout stukje gameplay, krijg ik heel erg een soort van Wolfenstein-achtig idee. Ja. In zeg maar van hier is de area, hier is een kamp. Ga zelf maar kijken met welke wapens en welke tactieken je het klusje wil klaren, zeg maar. Ja. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe de war stories ook aan gaan slaan bij mensen. En of ze aan gaan slaan, want het is toch nog wel een beetje een dingetje. Er hangt gewoon een wat minder fraai imago rondom DICE die singleplayer doet. Nou ja, weet je, dat is een beetje het ding met EA op dit moment. Er hangt gewoon een heel erg slechte, nare smaak rondom EA. En dat is volledig terecht. Dat hebben ze volledig zelf nagemaakt. Dus ik snap dat en ze moeten vechten tegen de heuvel op.
Maar ja, dus ze doen wel hun best. Laat ik zo zeggen, qua Battlefield doen ze wel, hebben ze wel de intentie om in ieder geval iets af te leveren. Alleen, komt het te vroeg? Is het niet te ambitieus? Dat zijn eigenlijk vragen die ik me eerder afvraag in bijvoorbeeld de multiplayer en in de Battle Royale modus die pas later gaat verschijnen aan launch. Het is natuurlijk een beetje knullen, weet je? Ja, je bent geen Red Dead Redemption 2 die gewoon kan zeggen Reddit Online komt laat. Daar begrijp ik het nog een soort. Maar je bent gewoon wel gewoon een multiplayer shooter. Zorg dan dat je multiplayer shit gewoon op orde is als die game launcht. Ja, want dit hadden we een beetje verwacht van de AAA developers. Toen natuurlijk ook vooral met de hele PUBG Fortnite opspraak. Dat waren natuurlijk allemaal onaffe games. En toen waren wij aan het hopen van ja, als ik een keer een Battlefield een Battle Royale gaat doen, dan lanceren ze die meteen helemaal af. En nu komt dus de Battlefield waar een Battle Royale in gaat zitten, zonder de Battle Royale. Exact. Dus ook met Call of Duty is natuurlijk genoeg aan te merken. Ja. Kortom, dus dat is normaal een zorgpuntje wat ik heb. Overigens komen we bijna aan het einde van deze gameplay video, want ik ga natuurlijk stervend ten einde. Tuurlijk. Ja, jij zei met een 360 no-scope eindigen. Ik eindig gewoon met dat ik in mijn eigen bloed aan het verdrinken ben in de sneeuw in Noorwegen. Wauw, wat verbroederend. Wat krijg ik ook meteen zin in deze game? Oh, hij vriest dood en hij bloed dood. Daar zijn ze. Oh, ja, hoppatee. Oké. Okay. Bedankt voor het kijken. En tot snel op gamerset.nl. En ja, we gaan ook nog een andere war story voorzien van commentaar. Bedankt, Peter. Hey.